Hey, goedenavond allemaal. We zijn hier in Blankenbergen voor de Belgian Poker Series. Dit weekend kwamen tal van topspelers naar de Belgische kust afgezakt om het tegen elkaar op te nemen in de verschillende events. Maar poker is veel meer dan dat. We zijn hier momenteel op de Players Party van PokerStars. Dus laten we even een kijkje nemen wie er hier allemaal rondloopt. Heb je het een beetje naar jou zien? Nou, het is leuk. Een paar pintjes drinken met de Mulder. Zo wat fun maken. Echt na een heel zwaar weekendje poker. Ja, een heel zwaar weekendje poker. Dus hoe is het main event voor jou verlopen? Het main event is niet zo goed verlopen. Ik heb twee handjes ongeluk gehad. En ik heb eigenlijk nooit echt steek kunnen opbouwen. Dus niet veel aan de hand eigenlijk. Nu, Kevin, de zomermaanden die zijn spijtig nog voorbij. Dus wat zijn de plannen voor het najaar? De plannen zijn eerst, we gaan eerst de week opspelen op PokerStars. Dan gaan we midden september naar Cannes voor de Partouche Poker Grand Final te spelen. En dan gaan we naar Londen voor nog een EPT'tje te knallen. Super, dankjewel Kevin. En heel veel plezier hier op de Players Party BPS. Ik ben net gebust uit de 330 euro side event, waar ik wel een beetje zuur van ben, omdat ik wel een hele grote chipstack had. Maar dit is wel het ideale vangnet eigenlijk. Er is gratis drank, gratis hapjes, nu moeten er nog een paar schoonvrouwen op afkomen. Ja, het is hier super gratis drank voor de qualifiers, dus chunga.